Yo, dan kijken ze mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op de kanaal, oftewel Rotjoch. En vandaag speel ik weer het oh zo leuke Mindopia. En ik sta hier in mijn mooie stad genaamd Cosmopolitan. En ja, het is eindelijk weer lekker lagvrij. Het raakt nu een klein beetje wel een spijkje krijgen. Maar het is minder laggy geworden door alle 3D-boekenkasten die ik weggehaald heb. Dankzij de kijkers, jullie zeiden, deel, haal die boekenkasten weg. Dat is zeker tof. Doe vast even lekker een keertje een blauw duimpje omhoog nu al beginnen. In het begin van die video ga ik een keer vragen kijken of het effect heeft. Doe lekker een blauw duimpje omhoog. Hartstikke top en we gaan lekker beginnen. Vandaag ga ik niet echt burgerwezenzaken doen. Ja, altijd wel een klein beetje, want dat vind ik af en toe nog wel leuk om te zien, die aanvragen die ik doe. Sommige mensen hebben gereageerd in de comments. Dylan, ja, je bent gemeen voor die mensen met die aanvragen. Ja, ik ben niet gemeen. Ze doen het gewoon niet correct. Dat is dus niet zo chill en zo. Dus dat. Nou, in ieder geval, vorige keer heb ik laten zien dat ik mijn geld bij de belasting moest indienen bij Duffy. Wou ik te doen, maar die gasten van het bouwbedrijf en de gasten van de inkoop, Sander, waren vergeten om toen netjes hun boekjes in te vullen. Ja, helemaal geen boekje ingeleverd. Dus heb ik alles op hetzelfde natellen. Alles moeten uitrekenen, de 10%, bladibladibladibla. Uiteindelijk kwam ik neer op een prijs van, dat is het, 3,8 miljoen heeft mijn stad. Dus Cosmopolitan binnengehaald deze week. 3,8 miljoen. Want het is fucking veel, het is echt fucking veel. Dus onthoud voor de stockmarket. Dat wij 3,8 miljoen hebben opgehaald. Dus de stad goed gaat met gebouwen plaatsen. Wat het bouwbedrijf heel actief is. Dat is heel erg handig. Hartstikke slim. Hartstikke tof. En ja, dat hebben we vorige keer gedaan. 3,8 miljoen gaat in de stad om. Dat is heel veel geld. Ik weet dat sommige steden het minder goed doen. Maar tot nu toe gaat Cosmopolitan wel lekker. Ik ga even kijken als allereerst natuurlijk. Zo, ik loop heel de hele weer in mijn eigen kantoortje. Ik weet niet wat ik wil doen. Als eerst ga ik eventjes langs mijn brievenbus. Of kijken of ik iets moet doen. Ik heb een I'm sorry. Aanvraag El Chapeau. Sorry, wacht even vragen om een van mijn gedrag. Ik snap dat ik een vervelend kind ben met alle respect voor u, maar ik ben het helaas niet. Ik heb de laatste tijd veel gesolliciteerd met veel zelfvertrouwen baan te krijgen. Ik word niet serieus in mijn leven. Daarom vraag ik steeds of je al gekeken hebt. Dat is juist alleen irritant. Excuses. Van I'm Stussy Mickey. Nou, dankjewel I'm Stussy. Niet lullig bedoeld, want je kijkt blijkbaar op video's. Anders had je het niet geweten. Ik leg gewoon hier neer. Dat doe ik altijd als ik spullen weggooi. Want ik heb hem al gelezen. Maar excuus aanvaard van kijken. Ik ben van plan om 64 gewoon een casino starten. Daar kun je mensen gokken. Je zet een bedrag in. Je zegt één van de drie kleuren. Als je het goede kleur of dubbele inzet. Ik koop het plot van Microgolf. Ik kan ze wel betalen. Even goed doen met kapitein Bram. In Gredeel. Nou, Bram, dat is toevallig mijn machine. Ik bedoel, die machine ken ik. Voor mij uitleg hoe die werkt. Voor mij mag je het best bouwen. Meneertje Bram. Dat is geen probleem. Alleen moet je eerst even zorgen dat je een vergunning hebt natuurlijk ervoor. Hè? Dan moet je niet mij doen bij de KVK. Cosmopolitan, de gemeente Cosmopolitan, El Chapo, sollicitatie, bladibladibladibla. Die had ik toen bewaard van de vorige keer nog. Dus leg ik even terug in de kist. Goed. Dan ga ik later behandelen. Dat is even belangrijk. Zijn nog plot aanvragen? Nee, alle plots zijn een beetje behandeld en verkocht en zo. Dus dat is hartstikke goed. Voor deze episode, ik wil namelijk even een keer wat anders aangeven, is ik ga ook een Traxia naar mijn winkeltje daar. Voor degenen die niet weten, ik heb daar een winkeltje staan. Een heel leuk winkeltje. Ik verkoop daar kleding. Hele leuke kleding, gewoon normale kleding voor iedereen te koop is. Voor iedereen die kan het betalen. Het is niet super dure klote kleding. Inderdaad, geen enchanted shit gewoon. Het is wel mooi, enchant, maar het is heel duur. Dat weet ik, dus dat ga ik inderdaad betalen. Ik ga even andere outfit aantrekken. Wat dacht je van dit? Bats, het ziet er hartstikke tof uit, jongens. Helemaal goed, jongen. En dan ga ik ondertussen even naar Contractia, naar mijn winkel. Want over die winkel gesproken namelijk. Ik zoek daar nieuwe werknemers. Ik zoek daar werknemers, want ik had daar twee werknemers. Eén daarvan die speelt gewoon te weinig, heeft er niet zoveel tijd voor. Dat is een vriend van mij. Dus die is niet te veel aanwezig. Hij blijft dan wel werken nog, dat is NL Beast Mode. Maar wow, niet vaak genoeg aanwezig. En de andere, die is de laatste tijd bezig met andere praktijken. Dus dat is niet zo handig, dat ik die in mijn winkel heb staan. Dus die heb ik helaas moeten laten gaan. Bij deze. Dus we zoeken in ieder geval nog één persoon. Misschien twee. Dus je kan binnenkort even sollicitaties inleveren. En ik wil dat je de video gekeken hebt als je wil solliciteren. Dus in de sollicitatie moet staan, de allereerste zin. De hele sollicitatie is... Ik heb die ene video gekeken. Ja? Dus wat eerst je sollicitatie inlevert, ik heb die ene video gekeken. Dat moet erin staan, anders lees ik je hele sollicitatie gewoon niet. Dat is even heel erg belangrijk. Nou goed, dan ga ik eventjes snel jellen naar hier naartoe. Naar de winkel. Het ziet namelijk als volgt uit. Je ziet het al, hij is dicht. En dat in, want het komt omdat mensen gewoon hier niet meer werken. De hele chest, er zit heel weinig geld in. Omdat mensen dus inderdaad gewoon niet zoveel, gewoon niet zoveel te doen hebben. Mensen die werken niet zo hard. Dus ik ga binnenkort hier een kist neerleggen. Hier voor degene die de video kijkt, ik ga het hier aan de zijkant ga ik het plaatsen, een kist. Waardoor je, even kijken, heb ik een briefbusje? Nee, hè? Volgens mij heb ik een briefbusje hier nog.
hey, ga ik een brievenbus plaatsen ergens in het gebouw. En dan kan je hier komen werken. Het is heel erg leuk. Heel erg chill. Want de kleding is heel goedkoop. Het is heel makkelijk. Kleding is 4000 maar voor de DDG kleding of de paarse kleding. De witte kleding zijn ook maar 4000. Dan heb je dus de turquoise kleding is ook 4000. Maar ja, je ziet turquoise is uitverkocht. Dan hebben we hier de lichtblauwe kleding, is allemaal 4000. Dan hebben we hier de brandweerkleding, dus de witte, is er 7000. En de geelse is helemaal nieuw, helemaal grill is het inderdaad, sorry, is 5000 eurotjes maar. Nou, dat zijn de prijzen van eigenlijk de pakjes. Dan kan je hier naar beneden gaan, hier binnen gaan, hier boven. En twee brillen, een bril kopen natuurlijk. En een hoedje, die kosten maar 5000 per stuk. Die zijn hierin, je ziet dat, hartstikke mooie dingetjes. Die kan je het gewoon kopen, hartstikke fijn. En dan kan je naar beneden verkopen aan de mensen. En ik zoek dus gewoon inderdaad iemand die dat kan runnen. En leeft dat maar niet zo heel veel uit. Maar je moet wel gewoon om kunnen gaan met het geld wat je binnenkrijgt. En dat kan ik in de gaten houden. Want diefstal, dat klaag ik gewoon aan. En niet zo'n beetje ook voor een paar miljoen. Volgens mij heeft deze jongen mijn skin aan. Lijkt het maar zo. Hij heeft een masker op nu, maar volgens mij heeft hij mijn skin. Dus in ieder geval, dat is wel grappig. Dat is even toevallig, want hij heeft toevallig wat ik ook aan heb. Als ik mijn pakje aantrek. Dus dat. In ieder geval, dus ik zoek nieuwe mensen voor mijn rode winkel. Want ja, dat is op het moment. Het loopt niet zo lekker, weet je wel. Het ging wel goed. Ik heb wel wat geld aan verdiend. Ik bedoel, ik zie wel, ik heb 600k ongeveer verdiend. 700k, want mijn banksaldo is weer 2 miljoen. In plaats van wat het eerst was 1,4 miljoen. Dus dat is lekker. Ik verdien wel mijn geld. Dus dat gaat goed. En ja, dat geld wil ik weer gaan investeren in andere leuke zaakjes eigenlijk. Want ja, het gaat een beetje langzaam, weet je. Ik wil een Red Light District starten weer. Dat ga ik binnenkort ook doen in mijn eigen stad. Dat is geen probleem. Maar dat moet ik wel even... Even aan de bak gaan, weet je. We hebben laatst een beetje bezig met andere dingen, andere zaakjes hier ook. Met vooral burgemeesterzaakjes. Dat is waar ik vooral mee bezig ben op het moment. Dus bij deze is het tijdelijk we gaan beginnen aan de Red Light District. Nou, dan ga ik lekker in het huisje in, wat ik elke episode even doe. Altijd even een kijkje nemen, weet je wel. En dan weten de kijkers van, nou, Deal die is inderdaad gewoon netjes bezig met zijn burgemeestertaak. Mensen aan te nemen. Want heel veel mensen zeggen, ja, burgemeester, let er niet op. Lees niet op de staat. Ah, gratis eten. Hey. Oei, oei, oei. We gaan even kijken. Beste gemeente Kostenblad, ik wil me graag inschrijven. Nu staat mijn naam is Marijn Stube. Hallo Marijn, ik wil recht op level 6. Level 6, dat wil ik weten. Ik heb een gebouw, ik wil een woning van kamer 222. Ik ben een CEO van BD Advocaat. Op het moment hebben we drie locaties en de andere drie begrepen heten. Dat bouwen we helemaal niks. Ik ben bereikt via plots 24, 25, en plots 165 in Rolandia. Dus hij heeft plots, hij heeft levels. Alleen Marijn, je hebt niet opgeschreven hoeveel geld je hebt. Geld je hebt. Marijn heeft niet opgeschreven hoeveel geld die hebt. Marijntje. Lullig is, ik ken Marijn Stube. Marijn Stube is namelijk DeadGamerXTD. Heeft een YouTube kanaal waar ik heel veel mee opgenomen heb. Laatst helpt hij me ook heel erg veel mee. Hij is bij een GameStad City, dat is één. Helpt hij heel erg veel mee. Helpt hij met mijn opnames, bijvoorbeeld van de Lucky Block Race. Ik ken hem, hij heeft heel veel geld. Ik weet het ook. Maar, hier bewijs ik mee. Ik doe niet aan voor, aan vals, weet je wel. Ik doe niet aan voortrekkerij, dus helaas. Oh wacht, ik moet hem hier niet gooien. Anders ga ik er langs wat heen. Helaas, je vergeet je geld te vullen, Marijn. Dus als je het ziet, Marijn, ik zeg het wel tegen je, vergeet je geld te vullen. Volgende is van Pimmy777. Pimmy is level 3. Plot 43 van Contractia. Fitheid is 48. Tijd online. Dit banksaldo is dat. Pimmy777. We gaan eens even kijken. Level. Pimmy777. Hij is level 3, dus dat klopt. Slash money. Pimmy777 is. Zien we dat? Hij kan zingen. We gaan nog één keer doen. Mooi, Pimmy777. Pimmy? Jij nou gewoon te frauderen? In gemeentepapieren? Dat is strafbaar. Ik ga je weer naar de politie. Pimmy, die wilt illegaal inschrijven. Pimmy, die liegt tegen de gemeente. Het zijn gewoon belastingpapieren die je moet invullen. En Pimmy, die denkt van, nou joh, kan mij het schelen. Ik ga lekker liegen in mijn belastingpapieren. En hopelijk kom ik gewoon die stad in. Helaas, pindakaas, meneer Pimmy. Hartstikke leuk voor je. We gaan je gewoon aanpakken. We gaan lekker naar de politie. En hopelijk doet de politie wat aan jou. Want het is niet oké, Pimmy. Je liegt gewoon in je belastingformulier. Dat kan niet, Pimmy. Dit kan niet. Niet oké. Of, weet je wat ik doe? Ik doe het lekker niet. Weet je, ik geef je een kans. Als je mijn video kijkt, Pimmy. Laten we wel een les hebben voor jullie allemaal. Liegen is niet oké. Af en toe ga ik gewoon naar de politie ervoor. Ik heb er nu niet zoveel zin in. Want ik heb geen zin om te lopen. Ik heb het namelijk een keertje weggegooid nu. Want ik heb hier nog een extra waterbottel. Maar Pimmy, let erop hè. Volgende keer word ik boos. Hup, dan ga ik een aanklacht tegen je indienen. Dit is niet oké. Nou, we gaan lekker naar de...
Even een ander stadje nog even checken natuurlijk wat er aan de hand is. Maar in ieder geval jongens, allemaal even solliciteren natuurlijk bij de, postbus, bij de brievenbus. Natuurlijk, die je net hebt gezien in Traxia, mijn winkeltje, daar even een brievenbusje invullen. Natuurlijk de zin inderdaad, hebben we zin afgesproken in het begin. Dit is, ik heb die ene video gekeken, dus de allereerste zin, als die erin staat, dan heb je mijn video niet gekeken. Wil ik ook niet in mijn winkel hebben. Dus bij deze, vergeet dat niet. En daarna gewoon lekker een sollicitatieformulier. Niet 30 pagina's, ik lees toch niet alle 80. Twee pagina's, dus weet je wel, één voorkantje, achterkantje, prachtig. Zo, Rolandia heeft er zin in. Dat zie ik weer, wat veel eten, dus dat is één. Rolandia wil blijkbaar willen ze graag naar het Cosmopolitan. We gaan eens even een kijkje nemen, jongens. We gaan eens even een kijkje nemen. Het zijn vrij veel boekjes. We gaan even kijken. Banksaldo, 111.000. Fitheid 60. Plot in de Cosmopolitan. Wat is je naam dan? Shadox XL. Ik ga even checken. Money. Shadox XL, volgens mij. Is het Shadox? Shadox, toch? Shadox NL. Shadox NL, sorry. Cash Money, Shadox NL. Die heeft genoeg geld. Goede aanvraag, Shadox NL. Simpel, clean. Ja, ik moet je meenemen. Dat is goede shit. Ik ben me gaan gek. Ik wil toch een pot en winkel starten. Ik ben in level 1. Ja, oprotten. Oké, daar gaan we. Geld 150.000. Blots, level. Blots, die. Level 3. Geld 150.000. Met vriendelijke groet. Iemand. De droge kever. Slash money. De droge kever. En die heeft als schuld ook genoeg geld. Ook een goede aanvraag. Nou, de Rolandiaanse mensen, die snappen het tenminste. Zone 2, gewoon Rick. Ik zag al zometeen waarom ik dan zone 2 wilde. Ik heb echt geen reet schelen waarom hier wil komen. Ik ben level 1. Hoppakee, einde verhaal. Hoi, ik zag ook wat van enkele dingen. Hoppakee, slechte aanvraag. Mijn naam is Dylanotje. Blablabab. Ik kan me geen reet schelen. En level 4. Vind ik hem ook niet schelen. Conclusie, hoef ik ook niet te weten. Ik zie nergens hoeveel geld je hebt. Ik zie nergens of je een plot hebt. Dus die mag ook weg. Ik ben de rijkste. Ik heb het leuk voor je. Ik zie nergens over levels. Hoppakee. Nou, veel aanvraagjes, maar zo gaat het wel snel. Volgende. Hallo, ik ben Jamila. Van de twee, ik ben level 3 plots, vlotkamer. Dat is appartement huis. Dat telt helemaal niet als appartement huis, jongeman en vrouw. En een grade deel mijn plotnummer zonder iets erop. Nou, ik weet toevallig wie het is. Het telt niet als huis, dus dat is niet waar wat je nu zegt in je, aan je aanvraag. Dus eigenlijk heb ik zoiets van, oké, blijkbaar weet je niet eens wat je aan je aanvraagt. Maar dat geeft niet. 160k dingen, je hebt een plot en ze hebben het level ook aangegeven, toch? Oké, Jamila. Flats, dat telt niet, maar dit telt wel dan. Omdat je een flat hebt, dan vind ik prima. Ik weet wie het ook is. Je hebt 100 geld. En ik ga lekker het plotje regelen. Dat is in de video van Joris gekomen. Leuk voor Joris. Ik voldoen de eisen. PS, ik ben level 3. Kijk, hè. Eindelijk. Hoppakee, Jamila, hartstikke goed. Volgende! Hallo, ik ben James. Of JG Games. Ik ben level 3, 70k bank. Plop, huis. Ik zou gewoon wel even van James. We gaan even kijken, JGGameSBE. We gaan even slekken. Johnny JGameSBE. Die heeft gewoon 0 euro op de bank. JGameSBE. Vuile boef dat je er bent. Je hebt helemaal geen geld. Hoppakee, oprotten. Leugenaar, ik ben Stijn. Slijn, nou sorry Slijn, ik zie weer slechte dingen. Graag naar Jamila van de Cosmopolitan. Doet het Sanne. Lol, oké, Sanne, dat is gek als ze dat doet, maar goed. Aanvraag iemand op Cosmopolitan, echt een prof, level 3, geld, 36k, lalilalila. Oké dan, we gaan eens even kijken. We gaan even één checken, de 6 money. De echte prof, en die heeft genoeg geld en hij liegt ook niet in zijn, hij of zij liegt niet in zijn of haar aanvraag. Toppie, volgende, Cosmo, Joepie Killer, level 3, bank saldo. Ik ga even kijken, Joepie Killer 12. Slash money. Joepie. Killer 12. Oké, dat is niet de juiste. Joepie met 1 i volgens mij toch? Die heeft 1, 2, 12k op de bank staan. Joepie Killer 12. Die heeft 12k. Dus Joepie Killer 12. Die heeft ook niet genoeg eisen. Jongens, het is goed dat ik even controleer hè. Met sollicitant, ik heb er geen reden inschrijven wat je wilt collecteren. Ik ben lolo gek, wacht mag niet, want je hebt geen goede aanvraag. Level 3, bedrag 60k, mooi, ik heb een bedrijf, een pand, een window cleaner, die heb ik altijd verkocht. Dus ik heb een bedrijf, op plot 185, 196. Ik heb een bedrijf en het pand van window, ik heb een bedrijf in het pand van window, die heb ik gekocht. Dus ik heb een bedrijf op plot. Ja, maar ik weet niet of het van jou is, dat is de vraag. Mitch. Slash, wat is het? Ik ga even checken of zijn money goed is. De naam is... Mitch 1209. Nou, slash money.
Mitch1209. En die heeft 66k op de bank. Ik neem hem mee. Dan kunnen mijn wethouders controleren inderdaad of hij wel überhaupt die plots oont. Nou, mooi. Het zijn toch weer 5 mensen die ik kan aannemen voor in mijn stad. Het zijn 5 mensen die zich ingeschreven hebben op de juiste, mooie manier. Dus dat is hartstikke goed. Dat ga ik dan zeker even regelen. En dan ga ik nog eventjes snel kijken. Ik reden over boekjes daar zijn. Ik hoop niet veel, want anders... Dus. Mijn topje ligt eruit in één keer. Dat is jammer. Dat kan gebeuren, mensen. Geef niet. Mijn topje ligt eruit. Dan kan ik hier het beste de video eindigen. Het spijt me. Ik kan er ook iets doen. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog. Als je het leuk vond deze episode, inderdaad, meld je aan voor mijn winkel in contractie. Dat zou ik hartstikke tof vinden. Hartstikke vet vinden. Hartstikke gaaf vinden. Bedankt voor het kijken. Later de massa ziens. En natuurlijk... Peace!